Lennart van Eetveld, bijna een tijdrit op je eigen willen rijden, dan win je denk ik, hè? Ja, inderdaad. De benen waren niet slecht vandaag. Het was wel een heel zware wedstrijd. Die warmte maakte het ook niet minder zwaar. Ik denk dat iedereen op het einde er wel een beetje door zat. Maar jij blijkbaar niet? Inderdaad. Ik heb een iets grotere motor dan de rest, denk ik hier. Maar het is heel spijtig om hier terug te willen te zijn. Ik had hier graag op het eerste schabbeltje gestaan. Maar achteraf gezien, met een groep van 8 naar de laatste kilometer gaan, dan is het meestal... iets minder dan tweede voor mij, dus een beetje relativeren. Wanneer schrijven we jouw eerste overwinning op? Die zit er toch aan te komen, hè? Ik heb er alleen gehad in het begin van het jaar in Hawaii. Dat was een Ardennenkoers en daar had ik toch een anderhalf minuut voorsprong op de tweede. Als ik wegraak, dan lukt het wel, maar ja, kijk, derde wegwedstrijd op rij dat ik tweede ben, dat is niet slecht. Zeker niet, kunnen moeilijk overklagen. Maar het is ook een beetje spijtig, inderdaad. Er komen mooie tijden aan bij Lotto, denk ik. Hè? Voor jou en voor Lotto ook. Hè? Ja, ik hoop dat ik bij de profs af en toe op het eerste schabbeltje kan staan. Ik denk dat dit seizoen wel bewijst dat ik er klaar voor ben. En, wat ontbreekt er nog aan Lennart van Eetveld? Ik denk dat ik nog wel wat koers in zich kan gebruiken. Ik hoop dat ik me ook eens kan bewijzen in het Hooggebergte. Dan komt de Giro eraan. Ja, inderdaad. De vredeskoers en dan de Giro. Ik ga nu een week naar Gran Canaria om wat te werken aan het klimmen. En ik hoop dat 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 kan zien dat dat ook... Jouw specialisatie tijdrijden, dat blijft zo? Niet helemaal. Dit jaar ben ik daar niet echt zo hard op gefocust. Vorig jaar had ik wel het gevoel dat ik Belgisch kampioen kon worden. Dus ben ik daar heel hard op beginnen focussen. Dit jaar probeer ik me iets meer algemeen te ontwikkelen. Een beetje aan een sprint gewerkt in de winter. Dat is een tijd uiteindelijk toch een beetje afgevlakt. Maar ik denk dat ik een heel complete renner ben. En zeker niet alleen een tijdrijder. En nu met de fiets naar Binkom? Dat is niet zo ver, hè? Ik denk het wel, inderdaad. Ik zal eens naar huis rijden straks. We gaan je controleren. Proficiat. Dank je wel.